Vandaag ga ik jullie laten zien hoe ik deze neonnagels heb gemaakt. Kijk je mee? Eerst maak ik mijn nagels schoon met de Scrub Fresh van C&D. Ik doe een klein beetje op een watje. En daarna schuur ik even goed over mijn nagel heen. Zorg dat je goed langs de nagelriemen gaat. Dat alles goed ontvet is. En vergeet ook de voorkant van de nagel niet. Nu brengen we de base coat aan. Hiervan breng je een dun laagje aan over de nagel. Zorg dat je niet tegen de nagelriemen aankomt, maar probeer wel zo dicht mogelijk naar de nagelriem te gaan. En ook de voorkant van de nagel seal je weer in. Deze laag moet 10 seconden uitharden in de UV-lamp. Daarna breng ik een dun laagje van de witte C&D Shellac aan en dit is Cream Puff. Breng hiervan een dunne laag aan. De eerste laag hoeft echt nog niet dekkend te zijn. Want als je deze laag te dik aanbrengt, kan die gaan rimpelen in de lamp. En dat wil je natuurlijk niet. Deze laag gaat dan 2 minuten in de UV-lamp. Daarna breng ik nog een tweede laagje aan. Ook deze moet weer dun worden aangebracht. Het geeft niet als het niet helemaal perfect dekkend is. Je kunt het beter maar wat dunner aanbrengen. Want zoals je ziet bij de andere nagels is er van het wit helemaal niks meer te zien. Daar komen toch de poeders overheen. Hij is mooi dekkend en ook deze gaat weer 2 minuten in de UV-lamp. Nu is het tijd voor de neonkleurtjes. Hiervoor gebruik ik de poeders van Le Scente. Hierop staat nog steeds Irresistible, zo heette het vroeger. En nu heten de glitters Le Scente. Dit zijn losse poederpigmenten. Die heel veel kleur afgeven en waarmee je dus hele mooie kleuroverloopjes kan maken of andere leuke effecten kan creëren. Ik gebruik de felgele kleur, echt een neongeel. En dit is Graffiti. En ik gebruik de roze kleur, dit is Snakebite. De poeders breng ik aan met een klein kwastje. En ik gebruik een watje om het kwastje steeds aan af te vegen. Deze poeders blijven plakken in de natte laag van de gelijk. Dus deze is wel helemaal uitgehard, maar er blijft altijd een plaklaagje over. En daarin kunnen dus deze poeders goed blijven plakken. Ik begin met de lichtste kleur, dus dat is de felgele. En die breng ik aan langs mijn nagelriem. Die plak ik dus een beetje in die gelijk. Er zullen overal glittertjes dwarrelen, daar kun je gewoon niet tegen gaan. Maar die kun je later weer gewoon afpoetsen. Of die gaan weer weg als je je handen wast. Duw de poeder goed in de plaklaag. Dan veeg ik even het kwastje af. En dan gaan we verder met de roze kleur. Ik doe een klein beetje in het dekseltje. En nu breng ik de roze kleur aan op het uiteinde van de nagel. Ik heb dus alleen geel en roze gebruikt, maar doordat je de kleuren in het midden zo meteen een beetje door elkaar veegt, ontstaat er nog een mooie oranje kleur. Nu zit er nog best wel wat roze aan mijn kwast. Deze veeg ik even af aan het watje. En met de schone kwast veeg ik nu een beetje het roze door het geel. En er ontstaat nu een soort oranje kleur in het midden. En je moet zelf weten hoe ver je wil gaan of hoeveel je door elkaar wilt mengen. Hier begint nu een klein leeg plekje te ontstaan. Daar doe ik nog een klein beetje van de roze op. En zo heb ik een mooie overloop gecreëerd. Je ziet bij deze hand, de hand die ik als eerst heb gedaan, dat het geel langs de nagelriem een stuk feller is als hier. Want ik heb hier de kleuren iets meer in elkaar laten lopen. En toen is er iets meer oranje naar boven gegaan langs de nagelriem. Dus hij is iets minder felgeel. En dat komt ook door de glitters die we zo meteen aanbrengen. Die heb ik bij deze hand, waar ik nu mee bezig ben, ook iets meer verspreid. En dat heb ik bij deze minder gedaan. Dus je moet zelf maar even kijken welk effect je leuker vindt. Ik vind de overloop qua kleuren mooier op deze hand, maar ik vind het felgeel hier eigenlijk ook wel heel erg leuk.
Als we klaar zijn met de poeders, draai je snel de potjes dicht. Want je wil natuurlijk niet dat deze potjes omvallen. Of dat alles onder de poeder zit. En je wil ook niet dat er per ongeluk iets van een andere kleur bij deze kleur komt. Want dat is natuurlijk zonde. Zoals ik net al zei, ga ik ook nog een glitter aanbrengen. Want ze glitteren ook heel erg. De glitterpoeder moet ook hechten in de plaklaag. Maar omdat ik nu dus overal al poeder heb aangebracht, zal de glitter hier nu niet meer opplakken. Het is dus belangrijk dat je nu een extra laagje aanbrengt. Zodat de felgekleurde poeders nu in een laagje zitten. En dat je daarna dan weer de glitters kan aanbrengen. Hiervoor kun je Clearly Pink gebruiken. Dit lijkt een hele roze kleur, maar deze is eigenlijk gewoon helemaal doorschijnend. Hiervan breng ik dus een laag aan over de felgekleurde pigmenten. En kijk uit dat je niet de kleuren helemaal door elkaar trekt. Dat geeft altijd wel een beetje af, dus het kan best dat er dan wat roze aan mijn kwastje komt. En die wil je natuurlijk niet hierboven bij het geel weer verspreiden. Op zich kun je ook de nagels gewoon zo laten. Dan had je gewoon een topcoat aan kunnen brengen in plaats van de Clearly Pink. En dan heb je gewoon neonnagels zonder glitters. Ook deze laag moet 2 minuten uitharden in de UV-lamp. En dan is het nu tijd voor de glitters. Dit is Golden White. En dit geeft een hele mooie, ja, glanzende gouden gloed over de nagels. Deze glitters plak ik nu dus in de plaklaag van de Clearly Pink. Verspreid ze een beetje over de nagel. En daarna ga ik ze een beetje erin vegen. En op het moment dat je ze erin veegt, gaan ze mooi plat op de nagel zitten. Dus dan voel je ze straks ook helemaal niet meer zitten als de topcoat eroverheen zit. En dan krijgen ze ook een mooie gouden glans. Je ziet dat het felgeel nu iets minder neonachtig is. Ja, het is nog steeds wel heel fel. Maar het is minder fel als het geel hier op mijn duim. Dus je veegt even goed over de glitters, dat ze er allemaal mooi in zitten. En daarna breng je de topcoat aan. Zoals ik al eerder heb gezegd, heb ik altijd een topcoat die ik gebruik voor de gewone kleuren, zonder glitters. En ik heb een topcoat die ik altijd gebruik met glitters. Want er zullen altijd een aantal glittertjes aan het kwastje blijven plakken. Daar kun je gewoon bijna niet tegen gaan. Dus ik heb gewoon een apart potje wat ik dan voor de glitters gebruik. Seal de nagel ook weer goed in. En dan mag hij weer 2 minuten in de UV-lamp. Met alcohol verwijder ik de plaklaag. En dan zijn ze klaar. Ik breng altijd nog wel een klein beetje nagelriemolie aan. Dit is goed voor de nagelriemen en voor de nagels. En dan zijn de neonnagels klaar. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om deze video te bekijken. Als je het leuk vond of als je meer van dit soort video's wil zien, doe dan vooral even je duimpje omhoog. En dan wil ik jullie bedanken voor het kijken. Tot de volgende keer!